Welkom bij Podcasters. Dit is de 7e aflevering met Misha Koster en Paul de Heer. Heren, stel jullie even voor. Zal ik? Ja? Mag ik eerst? Ja. Okay. Nou, ik ben Misha Koster. Ik ben mediapsycholoog. Betekent dat ik ben opgeleid om te duiden wat het effect is van media, online en offline, op menselijk gedrag. En als je de keerzijde van die medaille gaat bekijken, dan kan je dus ook media inzetten om gedrag te beïnvloeden. Dat doe ik sinds 2001 als zelfstandige. Sinds 2017 met Paul samen onder de noemer Cardiology. Het begeleiden van klantgedrag. Dus ik ben gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding en online media. En daarnaast ben ik bestuurslid van de sectie Sociale en Economische Psychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen. Waarin we dus vooral ook kijken naar de ethiek rondom het vakgebied van gedragsbeïnvloeding bijvoorbeeld. Interessant. Paul. Paul de Heer, de naam had je al genoemd. Misha en ik zijn, zoals Misha ook zei, samen de founding fathers van Guidology. Mijn achtergrond ligt in de marketing van financiële dienstverlening. Vooral in de verzekering en de bankenwereld en wat meer of minder in de pensioenwereld. Met Misha hebben we dus Guidology neergezet. Ik denk ook dat dat een hele goede mix is van disciplines. Die gedragspsychologie aan de ene kant en de marketing en communicatie van financiële dienstverlening aan de andere kant. Omdat je op die manier net een laag legt op wat er al bestaat. Dus je voegt dingen toe, kennis en kunde en verrijkt daarmee in feite marketing en communicatie en de consumentenapproach. Even, dus jullie helpen financieel dienstverleners klanten iets te laten kopen waar ze behoefte aan zouden moeten hebben? Ja, waar ze helemaal geen behoefte aan hebben natuurlijk. Nee. Ik ben mijn ethiek. Ja, daar gaat het niet. Nee, absoluut. We begeleiden het gedrag in een goede richting. Want het hoeft niet altijd kopen te zijn. Hè? Het kan ook zijn dat we bijvoorbeeld klanten begeleiden in het doen van een nazorggesprek of zoiets dergelijks. Dus het hoeft niet altijd commercieel te zijn. Het kan ook kan zelfs intern binnen een organisatie zijn. En hoe beoordelen jullie als Guidology, of als mens, of de opdrachtgever jullie vraagt om de klant in de juiste richting te duwen? Dat is een goede vraag. In die zin, wat als de vraag eigenlijk is van ik wil dat de klant dit koopt, want ik vind het goed voor hem. Maar als je even met jouw kennis zou dat moeten kunnen, Paul. Als je naar het product kijkt, dat je denkt, nou, misschien niet zo goed voor de klant of veel te duur. Of... Ja, dat is wel een afweging die je moet maken. Natuurlijk is er een ethische code waar Misha ook natuurlijk aan gewerkt heeft van de psychologen. Die hanteren wij ook. Maar je gaat natuurlijk ook een beetje op je eigen kompas. Ik herinner me dat ik een keer voor het NIMA een verhaal mocht houden over de ethiek van dit soort zaken. En een van mijn stellingen daarbij was dat de ethiek bepaald wordt door de intentie van de afzender. Nou, dat triggerde wel de discussie, kan ik je vertellen. Ja. Maar ik sta nog wel achter die stelling. Wanneer iemand, en dat zie je tegenwoordig ook in de financiële dienstverlening, dat er steeds meer, denk aan product approval process en dergelijke, moet worden bewezen dat iets daadwerkelijk goed is voor een klant, zinvol is voor een klant, in plaats van dat het hem gewoon erin geprakt wordt en dat alleen maar platte verkoop is zonder toegevoegde waarde, dan zit je al wel op de goede lijn. En in de gesprekken die wij met onze opdrachtgevers hebben over van waarom wil je het, wat wil je dat de klant doet enzovoorts, kom je toch al heel snel in, waarom wil je dat voor de klant? Zit er echt toegevoegde waarde in? Of is het inderdaad platte meerverkoop? Hebben jullie wel eens een opdracht geweigerd om die reden? Gewetensvraag? Nee, nog niet. Nee. Omdat we eigenlijk wel met die intakes tot deze punten komen. En gelukkig moet ik zeggen dat de meeste bedrijven, of tot dusver alle bedrijven die wij hebben gesproken hierover, dat die wel degelijk ook de intentie hebben om iets toe te voegen. Kijk, en ik denk dat het ook goede marketing is. Dat werkt twee kanten uit. Op het moment dat ik iets heb wat goed is voor een klant, en vervolgens dan heb ik er zelf een correcte winst aan, dan is het een win-win. En dan hebben we er beide wat aan. Dus vanuit marketing aspect, en dat vind ik een groot verschil met platte verkoop, kom je vaak toch tot een wederzijds profijtelijke relatie. Ja, en daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat wij opereren natuurlijk veel in de financiële dienstverlening. Daar is nog steeds een beetje wel wat angst over de term gedragsbeïnvloeding überhaupt. Want er is natuurlijk een toezichthouder die meekijkt en zo. Ja. Dus ik denk dat je in dat vakgebied, zeg maar, ook sowieso, dat wij in ieder geval klanten treffen die sowieso wat voorzichtig zijn. En die niet snel tot dat soort verkeerde intenties zullen komen.
Nee. Dat begrijp ik. Maar we hebben natuurlijk samengewerkt in een prachtig project. En dan zie je dat er bijvoorbeeld in een bepaald bericht 16, 18 verschillende technieken zitten. Hoe moet ik nou als klant beoordelen of dat juist is? Want dat gaat zo diep. Nou, als klant kan je dat niet beoordelen. Want als wij ons werk goed doen, dan merk je als klant geen eens dat die technieken erin zitten. Nee, als opdrachtgever. Als opdrachtgever, ja. Wat Paul terecht zegt. Kijk, voor mij is ethiek gekoppeld aan intentie, maar ook aan de manier waarop je beïnvloedt. Dus er is een verschil nog tussen aan de ene kant beïnvloeden. En dan kan je nog weer onderverdelen in nudgen en boosten en noem maar op. En aan de andere kant misleiden of manipuleren. En dat laatste, dan gaat het echt over dat je bijvoorbeeld mensen verkeerde informatie geeft. Op basis waarvan ze een bepaalde beslissingsrichting opgaan. Die misschien in hun beste belang is, maar dan toch vind ik dat je dat niet zou moeten doen. Als overheid bijvoorbeeld vind ik niet dat je moet liegen over dat 98% van de bevolking al een boostershot heeft gehad. Terwijl dat niet zo is. Alleen maar om de anderen zeg maar zover te krijgen. Nee, als die 98% er niet is, dan kan je die niet gebruiken. Dus dan moet je gewoon andere technieken gaan. Even voor de record, dit is toch niet geroepen door de overheid? Nee, zeker. Het is gewoon even een voorbeeld van hoe je in dit geval sociale bewijskracht. Dat is een van de technieken die je natuurlijk heel makkelijk kan faken. Want gemiddeld genomen gaat niet iedereen checken of zo'n percentage wel klopt. Ja. En zullen ze dat gewoon zeg maar heel heuristisch verwerken. En gewoon denken van oké, iedereen doet het, dus dan zal ik het ook wel moeten doen. Dus heel makkelijk om te faken. Maar dan ben je dus echt onethisch bezig. En dan ben je dus echt aan het manipuleren. Ja, zeker als het interne data is, dat ze gewoon niet te controleren. Precies. Wordt opgevraagd of via een accountant of zo. Precies, webshops waar gewoon staat best verkocht, dit en dat. Ja, wie kan dat controleren? Wat er bij Booking gebeurt. Daar was een hele discussie toch over. Nog twee beschikbaar. Dat werd ook gemanipuleerd. Dat is iets genuanceerder. Want kijk, bij Booking is het systeem natuurlijk voor zover ik heb begrepen in ieder geval. Maar anders moet iemand maar even reageren als dat niet helemaal klopt. Hotels die kunnen zelf hun availability aanpassen. Ja. En op een gegeven moment hadden zij dus in de gaten dat vanaf een bepaalde hoeveelheid dat het systeem van Booking automatisch een label erop zet dat er nog maar zoveel beschikbaar zijn. Wat gingen die hotels dus doen? Die gingen dus in plaats van in één keer 50 kamers erop zetten, gingen ze plukjes van 5 erop zetten, zodat er altijd stond nog maar 3 kamers beschikbaar. Dus dat kan je ook niet helemaal Booking kwalijk nemen, vind ik. Nou, ze hebben wel netjes gecorrigeerd. Ja, als je nu kijkt, staat er dus niet alleen nog maar 3 beschikbaar, maar nog maar 3 beschikbaar via deze site. Ja. En die nuance maakt het weer verteerbaar. Ja. Dus daarmee hebben ze het ethisch gemaakt. Eigenlijk werd hun systeem gewoon misbruikt. Ja, dan moet ik wel zeggen dat je natuurlijk de snelheid van boeken niet alle details leest. Maar op deze manier is het spel wel wat zuiverder geworden. Ja. Maar inderdaad wel ethisch gemaakt. Maar goed, dat neemt natuurlijk niet weg dat de site natuurlijk vol zit met beïnvloedingstechnieken. Ja. Maar ja, is dat onethisch? Nee, dat vind ik niet. Ik heb ooit een keer met iemand van in het management van Booking gesproken tijdens een diner. En die vertelde mij dat de hoeveelheid experimenten die zij per dag draaien en dingen waar zeg nou dat werkt niet of dat werkt wel. Bij die volumes die ze doen, dat schijnt fenomenaal te zijn. Dat is een grote. Ik geloof dat er elke dag iets van 1000 verschillende versies van de homepage tegelijk lopen of zoiets. Ja, dat is bizar. Ja. Maar het is wel heel knap, want het is een blijkbaar die minimale optimalisatie levert geld op. Absoluut. Hey, nou hebben we het over websites en zo. Maar eigenlijk zitten we hier natuurlijk voor toegepaste psychologie in chatbots of in conversational AI. En als je nou eens even daar een thermometer in mag steken, los even van de projecten waar jullie zelf bij betrokken zijn geweest, wat vind je dan? Ik ben daar nog niet heel erg enthousiast over. En waarom niet? Omdat er, nou ten eerste, en dat is eigenlijk, daar hoef je nog ineens psycholoog voor te zijn, er wordt heel weinig vanuit de klant gedacht, zeg maar, of ontwikkeld. Geef eens een voorbeeld. Je kan kijken naar bijvoorbeeld hoe flows in elkaar zitten. Dat mensen bepaalde doelstellingen hebben of een bepaalde task. En dat er in de flow van een chatbot dan ineens een soort van stop is. Waar mensen gefrustreerd van worden. En dat kan je voorspellen. En dan kan je voorspellen ook dat iemand daarna weggaat. En dat ze dus niet nog een keer contact gaan opnemen via een e-mailtje of zo. Dus dat zit hem dan ook heel erg in de woorden die je gebruikt om bijvoorbeeld zo'n stop aan te kondigen. Want zo'n stop, dat kan prima. Hè? Een chatbot die kan natuurlijk niet alles. Maar je moet dan wel zorgen om daar verzachtende elementen in te stoppen die ervoor zorgen dat iemand het bruggetje maakt naar een nieuwe actie. Zoals een bot die je niet kan helpen.
En dan de overgang naar een live agent. En die zegt, sorry, u moet maar even met ons klantenservice bellen. Deze is dagelijks van 9 tot 5 beschikbaar. Ja. Terwijl jij s'avonds dacht uit van, nou, ik zit hier s'avonds, omdat ik juist s'avonds een chatbot, want ik ben overdag niet beschikbaar. Precies. Dus laat je nummer achter en zeg hoe laat we je morgen kunnen bellen. Ja, en dan kan je al heel simpel zeg maar iets doen door bijvoorbeeld een beetje empathie te tonen. Dus je kan in zo'n berichtje ook zeggen van, als je ziet dat het na werktijd is, we snappen dat u het fijn vindt om na werktijd contact met ons op te nemen. Echter, de chatbot is de enige mogelijke manier. We kunnen u helaas niet helpen. Dus als u niet... niet heel erg is, dan verzoeken we u toch om morgen even tussen de middag te bellen of zo. Nou, misschien is het ook een de neiging. En dan korter. om het chatbot gelijk universeel te maken. Dat hebben we toen ook in het project bij jou, Doron, nadrukkelijk niet gedaan. Ik kan me voorstellen dat andere bedrijven dat ook zouden doen door bijvoorbeeld per onderwerp of dergelijk een chatbot in te richten en die echt goed te laten draaien en dan de volgende te doen in plaats van een generieke chatbot inbound op de site laten rondwandelen en te laten acteren die bijna zeggen in de huidige stand van de techniek dit dus nog niet allemaal aan kan. Dus je weet dat je frustratie gaat krijgen bij klanten, bijna per definitie. Zorg dan voor een escalatiemogelijkheid of zorg dan voor een servicemogelijkheid dat in ieder geval die klant het idee heeft dat hij nuttig contact heeft gehad. En dat die geserviced wordt in plaats van gefrustreerd raakt. Want ook dat gaat weer backlashen. Ja, en als je dan... deze vraag komt iedere keer weer terug. En in de voorbespreking hadden we het er ook heel even over. Jij was er nog niet, Misha. Het vraagstuk... moeten wij leren... En wij hebben natuurlijk een andere generatie, maar... moet je nou leren om met de computer te praten? Of moet de computer leren om met ons te praten? En wat we in Conversational AI aan het doen zijn... is dat we de computer leren om met ons te praten. Er wordt heel veel tijd, geld en moeite gestoken in die AI... om hem te trainen dat hij volzinnen begrijpt en commas en punten, et cetera. Terwijl is misschien niet less more. Ik zeg het zwart-wit om de discussie scherp te stellen. Ik denk niet dat het een van beide uitersten is. Ik neig er meer naar om te zeggen... we moeten de computer leren om met ons te praten. Want ik denk dat ons leren om... met de computer te praten, dat is een drempel die voor veel mensen, denk ik, net te ver is als er andere mogelijkheden zijn om contact op te nemen die veel makkelijker zijn. Zoals? Bellen? Ja, zoals bellen of een e-mail sturen of langsgaan ergens in een winkel of noem maar op. Maar als die computer dan met ons praat, dan vind ik wel dat die computer best wel kan aangeven... wat de gebruiksaanwijzing is, zeg maar. Wat de huisregels zijn. Dus wat deze computer wel kan en wat die niet kan. En waar je dus als klant rekening mee kan houden. Om een beetje ook die verwachtingen te managen. Dus eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Dat je leert de computer met de mens te praten. Maar eigenlijk zeg je dan vervolgens tegen de mens. Praat met twee woorden. Want dan begrijp ik het ook. Ja, of iets meer charmant geformuleerd zou je zeggen, ik doe mijn uiterste best, maar misschien kan u ook even een stapje zetten. Wat natuurlijk wel een punt is, los even van een stukje filosofische vraag of je de machine met de mens moet leren praten of dat de mens naar ondergeschikt gaat worden op die manier aan de machine, maar het is dan meer een filosofisch ding. Ik denk dat het afhankelijk is ook van de situatie en de stand van de techniek van die AI. En wat het inderdaad in het vorige gesprek er even over. Wanneer het een kort, simpel ding is. Ik bedoel, ik wil een bepaald boek bestellen of bepaalde informatie hebben. Dan kan ik dat misschien heel kort en krachtig doen. Hoewel ik vanuit als mens geneigd ben om volzin te spreken. In plaats van te zeggen koffie plus. Nee, ik wil graag koffie met suiker. Dat zodra dat dus om specifieke vragen gaat. Om specifieke issues die enige nuance behoeven. Denk bijvoorbeeld bots die al gebruikt gaan worden in de medische technologie en dergelijke. Ja, dan moet je wel in nuances kunnen praten. En dat luistert dan nou. Dus het hangt ook erg af van het toepassingsgebied aan de ene kant. En de state of the art van die artificial intelligence en de dialoog aan de andere kant. Ja, en ik ben inmiddels wel zover dat ik durf te zeggen dat het ook afhankelijk is van wie je wil aanspreken. Want als de doelgroep alleen maar jonger is, dan denk ik dat je anders moet... opereren. Nou, ik denk dat maar goed, dat zou je dan aan de jongeren moeten vragen. Nu praat ik over een jongere en praat ik bijvoorbeeld over mijn eigen zoon. Ik geloof dat we kinderen hebben, grofweg dezelfde leeftijd. Jij zou manneneffect, hè? Nee, dit is senior blond. Maar ik denk ook dat
daar heel veel in hele korte soundbites gewerkt wordt. Of het nou WhatsApp is of dat het met een chatbot is of iets dergelijks. En dat is prima leuk en aardig. Maar je ziet ook dat vaak dan de nuance volkomen gemist wordt. Met alle gevolgen van dien. Dus ik denk dat het ook afhankelijk is van het medium. Want je moet je voorstellen dat je in een bepaald medium een bepaalde interactie hebt. Maar zodra het medium meer persoonlijk moet worden, dan zul je toch een meer persoonlijke interactie moeten hebben. Of je gaat het persoonlijke eruit halen. En dan kijk ik jou toch even aan, Micha. Want als je kijkt naar de manier waarop we in coronatijd allemaal communiceren en daarvoor ook al. De jongeren communiceren gewoon via WhatsApp of Signal of een van die andere apps. En dat is allemaal kort en bondig. En dat is in een paar woorden. En dat zijn niet hele lappe tekst. De zinnen zijn niet lappe tekst. De conversaties zijn wel lang. Een heleboel stappen wil je. Ja. Maar de interactie is met korte zinnen. Ja. Maar is het dan de kwaliteit van de communicatie minder of minder impactvol? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat gewoon een vorm van communiceren is waar zij meer aan gewend zijn. Meer gewend om met korte statements of met een meme, zeg maar, gelijk een boodschap duidelijk te maken. Veel meer gericht op multimediaal communiceren ook. Voice messaging, voice berichten sturen bijvoorbeeld via text messengers. Ja. Dat gebeurt meer, denk ik, dan dat wij zeg maar geneigd zijn om ons verhaal gewoon heel duidelijk te maken, goed te argumenteren met zo'n lap tekst inderdaad. Ik ben er zelf ook schuldig aan. En daarmee bericht proberen zo goed mogelijk over te brengen. En wat betekent dat dan voor chatbots of conversational AI? Want toch even verschil tussen generaties. Wij vinden het heerlijk om volzin en je verhaal te vertellen en denk, nou zal het wel duidelijk zijn. Alleen bij mensen is dat zo, bij AI niet altijd. Nou, daarom zijn we zo vaak gefrustreerd over die bots die niet doen wat wij willen. Nou, ik zou het heel mooi vinden, ik heb er nog geen voorbeelden van gezien, maar als je het echt over AI hebt, dus echt een intelligente bot, dan zou ik het heel mooi vinden als die intelligentie zo ver gaat dat die bot zeg maar uit een soort van nulmeting jouw voorkeurstijl van communiceren kan halen. En dan heb je dus bijvoorbeeld dat een bot een vraag stelt. Van, nou, vertel eens even, waar gaat het over? Of een vraag die misschien net iets uitgebreider antwoordt. En die dan uit de manier waarop het antwoord is opgesteld, interpunctie, noem maar op, kan afleiden op wat voor manier, wat voor communicatiewijze, zeg maar, die bot dan vervolgens verder met jou gaat communiceren. Het kan ook zijn dat die bot, of dat iemand in de auto zit, dat die op de bot drukt en dat de bot zegt, hoe kan ik je helpen? En dat je net zoals bij WhatsApp, dat je een voice message kan sturen. Dat iemand dus vanuit de auto een voice message stuurt, en dan moet die bot dat weten. En dan moet die bot dus ook met een text-to-speech message terugreageren bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk wel een van de, als je praat over de toekomst van bots, dan denk ik wel, want we praten nu over bots die gewoon getypt worden, om het zo maar even te zeggen. Gewoon geschreven tekst, om het zo te zeggen. De volgende stap is natuurlijk dat je gewoon met een stem hebt. En dan wordt die bot ook weer persoonlijker van. Denk gewoon simpelweg aan je autonavigatie. Dat is geen tekst, gelukkig maar, want je moet er niet naar kijken, maar naar luisteren. Maar dat is dus gewoon een mevrouw die dan afhankelijk van je navigatiesysteem op een prettige toon zegt van tweede linksaf. Dat soort zaken zul je er waarschijnlijk ook terug gaan zien in bots. Dat het gewoon ook een voice gestuurd van. Ja, dat is natuurlijk al zo. Ik bedoel, heel veel mensen hebben al een Echo, Google Home of Siri. Allemaal thuis. Ik loop ook de hele dag tegen dat ding te roepen dat mijn lichten weer harder en zachter moeten en zo. Maar een chat, dat is wat anders. Kijk, ik geef commando's. Maar op een gegeven moment, als ik mijn Google Home echt een opdracht geef, dan gaat het in, ik denk wel 7 van de 10 gevallen niet goed. Geef eens een voorbeeld. Ja, wat voor voorbeelden geef ik? Een YouTube-filmpje wil afspelen of zo, en dat ze me niet goed verstaat. Dat termen anders worden geïnterpreteerd. Daar heb ik even niet zo snel een voorbeeld van. Maar dat ik vraag van, wat is de temperatuur bijvoorbeeld? En dan zou ze eigenlijk zeg maar vanuit mijn Nest moeten ophalen wat de temperatuur nu is. Alleen dan krijg ik een Wikipedia definitie van wat temperatuur precies is. Dus daar zat je niet op te wachten. Nee, precies. Dus dat soort nuances, dat werkt. Dus daardoor gebruik ik dat ook veel minder. Ik bedoel, ik vind dingen hartstikke fijn met die voice commando's. Maar ik gebruik hem niet vaak om echt informatie op te zoeken. Dus eigenlijk is het gewoon een verkapte schakelaar. Op dit moment wel. Ja, absoluut. Ja. Kijk jij er ook zo naar, Paul? Dat de Alexi,
Alexa Series. Ja, ik trok het samen. Nou, dat het eigenlijk een, als je het heel plat slaat, dat het gewoon een verkapte knop is waar je tegen kan praten. En die je dan aan uitsnapt. Nou ja, het is wel een uitgebreide knop, om het zo maar even te zeggen. Het is dan liever een toetsenbord dan een knop. Maar het is en blijft natuurlijk gewoon een machine. En niet een mens alleen. Het is gewoon zo dat wij mensen toch geneigd zijn om warmer en beter sympathieker te interacteren met iets wat menselijk is, op een of andere wijze, dan dat het echt een pure machine is. Je hebt er ook helemaal geen enkele emotie met een machine. Zodra iets op een mens lijkt, al is het ook alleen maar de uiterlijke, bijvoorbeeld dat een beetje zoals het heet antropomorf is, dan hebben we er al iets meer mee. Dan vinden we het sympathieker, dan zijn we er geneigd om het misschien iets meer te vertrouwen of de dingen aan toe te vertrouwen. En dat is wel interessant, want dan kom je op een gebied wat natuurlijk ook wel discutabel is. Is dat in hoeverre ga je je bot inrichten als een mens? Daar is heel veel discussie over op dit moment. Moet je doen alsof het een mens is of niet? Of ik vind van niet. Ik vind dat als het een bot is, moet je het een bot houden. En moet je niet doen alsof je met een medewerker zit te praten. Want dan voelt iemand zich achteraf ook een beetje in de maling genomen, zeg maar. En bovendien kan je dan ook niet zeggen wat de beperkingen, zeg maar, zijn van het systeem waar ik het net over had. Ja. Dan heb je geen legitimiteit om daar iets over te zeggen. Dus ik vind dat je dat niet te veel moet doen. Dat gezegd hebbende, is het natuurlijk wel aardig om een botpersona te hebben. Dus om die bot wel een soort van identiteit, een visuele identiteit te geven. En je ziet dat sommige bedrijven die maken dan een soort robotje. Anderen die gebruiken een cartoonachtig iets. Sommigen die hebben zelfs een foto. Of een stokfoto of een foto van de medewerker. Om het toch een beetje menselijk te maken. Terwijl ze wel zeggen, ik ben de chatbot van. Dus die ziet daar heel veel mengvormen in. Ik weet niet in hoeverre mensen daar heel bewust naar kijken. En daar een mening over hebben. Gebruikers dus. Maar ik denk wel dat het wel iets bijdraagt aan de manier waarop je interacteert met die chatbot. Dat zou een leuk onderzoek zijn, denk ik. Ik wil dat net zeggen. Ja. Dat is een mooi afstudeeronderzoek voor een student. Zeker. Ja. Je ziet er heel veel discussie over en eigenlijk niemand heeft het antwoord. En er zijn ook geen, in ieder geval, ik heb ze niet gezien, grote onderzoeken die daar antwoord op geven. En misschien is het ook weer generationeel. Want ik kan me voorstellen dat de jongeren die gewoon hapsnap, lekker kort en bondig willen communiceren. Dat is heel, maakt me echt geen bal uit. Dat ding moet doen wat ik wil. Ja. En me de informatie geven die ik nodig heb en klaar. En weer door. Terwijl wij, zoals jij net vertelde, Paul, behoefte hebben van, als het menselijk is, dan kan ik me ermee identificeren. Overigens, dat vind ik dan wel weer ingewikkeld. Want al die mensen die teleurgesteld raken door een bot, menselijk of niet menselijk, als het goed is, iemand die empathisch is, of software die zogenaamd empathisch is, daar zou je meer van tolereren dan van iets wat neigt naar machine. Terwijl in de praktijk is dat gewoon niet zo, want mensen haken af of het nou een persona heeft of niet. Ja, maar dat is wat algemeen natuurlijk. Mensen haken af wanneer hun vraag niet beantwoord wordt. Maar de emotie die daarbij is en de emotie ook die dan uitstraalt naar dat betreffende bedrijf wat de chatbot op de site heeft geplaatst, dat zou wel kunnen verschillen. Dat is een aanname van mezelf overigens. Daar is ook nog geen onderzoek naar. Maar ik denk dat wel af kan stralen op het bedrijf. Als je inderdaad de chatbot hebt, zoals Misha zegt, die ook enige empathie heeft, die ook gewoon prettig en vriendelijk overkomt. Het is niet voor niets dat een chatbot vaak een als een vrouw wordt weergegeven als avatar, omdat die dan kennelijk toch wat meer empathisch en sympathieker overkomt dan een man. Maar dat straalt zoals gezegd af op dat bedrijf. Dat is zoals het noemt, het halo en het horn effect. Wanneer een bedrijf zo'n chatbot neerzet en je hebt er een slechte ervaring mee, dan heb je daarmee gelijk onbewust een beeld van het hele bedrijf. Als die chatbot niet goed is en me niet snapt, dan zal het bedrijf me wel niet snappen. Dat is geeft een naar gevoel. Dat straalt dus af. En waar gaat dat dan fout? Want fout. We zien het gebeuren op sites. We horen een hoop mensen afhaken, een hoop consumenten. Vanuit de community zelf zeggen mensen, ja, weet je, er is nog echt heel veel werk te doen om het beter te maken. Maar we staan eigenlijk pas aan het begin van een soort evolutie. Ik zou niet revolutie willen zeggen. Hoe zou je dat dan anders kunnen doen? Want de verwachtingenmanager. Maar zit het nog niet veel eerder in het proces van
besluitvorming in een bedrijf van wat gaan we met die bot doen? Welk budget kennen we er toe? Hoe stellen we het team samen die dat gaat doen? Moet je met toegepaste psychologie in de ontwerpfase al bezig zijn en niet in de, meestal weten we ook, in de uitvoeringsfase om te verbeteren, komen jullie pas om de hoek kijken. Dat is eigenlijk te laat. Ja, gelukkig worden we wel vaak meegenomen in trajecten aan het begin. Dat proberen we altijd al in ieder geval mee te kijken aan het begin. En daar al wat input in te leveren. En dat blijken vaak heel waardevolle trajecten te zijn en waardevolle toevoegingen te zijn. En at the end of the day natuurlijk ook effectiever en efficiënter. Omdat je dan gelijk vanaf het begin aan in een proces meeloopt. En daar kennis en kunde kan inbrengen. Maar je moet denk ik goed stilstaan bij de vraag. Kan deze technologische oplossing die wij nu willen implementeren, kan die voldoen aan de verwachtingen die de doelgroep waarschijnlijk ervan gaat hebben? En als jij dus een multipurpose inbound chatbot op je site zet, dan kan je verwachten dat je doelgroep verwacht dat dat ding of die persona dus daadwerkelijk voor jou op gaat lossen wat een medewerker aan de telefoon misschien ook zou doen. Of wat jij zelf ook zou kunnen doen als je een uur aandacht besteedt aan alles doorklikken en zo. Maar daarvoor ben je niet hier, want je wil juist snel geholpen worden. Precies. Dus die chatbot die vertegenwoordigt eigenlijk een soort van compacte, snelle hulp voor dingen die je op een andere manier ook zou kunnen doen, maar waar je even geen tijd of zin in hebt. En de meeste chatbots die kunnen dat gewoon niet waarmaken. Dus, zeg maar de multipurpose inbound chatbots, die kunnen dat niet waarmaken. Dus daar moet je denk ik in je überhaupt in de initiële fase van moeten we überhaupt wel een chatbot in gaan zetten, moet je daar denk ik heel erg rekening mee houden. Of de manier waarop, want we zeggen multipurpose inbound. Zou het dan single purpose inbound moeten zijn, waarbij je zegt, nou, dit proces kan je helemaal flawless afhandelen. Daar hoef je niet in de wacht voor te staan bij een callcenter. Je hoeft niet een mailtje sturen waarbij je pas maandag antwoord krijgt of over 48 uur. Weet je wat er allemaal voor termijnen hebben. Dat kan zeker, maar dat is dan de keuze die je maakt. Maar ik had het even over de situatie dat een bedrijf dus inderdaad zo'n chatbot op de site wil hebben die zeg maar alles kan en iedereen helpt. In de meeste gevallen werkt dat gewoon niet. Als je single purpose gaat kijken, dan kan je al veel gerichter met klanten interacteren. Want dan komen ook alleen maar de klanten bij je die een bepaald doel of een bepaalde taakoriëntatie hebben op dat moment. Dus die weten al wat ze willen en die verwachten daar een aantal vragen. En je kan van tevoren voorspellen welke vragen zij verwachten te gaan krijgen. En die kan je gewoon geven. En die kunnen. En ik denk dan dat die mensen ook veel meer gemotiveerd zijn om die chatbot zeg maar compleet door te lopen. Omdat het gewoon een hele gerichte taak is die ze willen uitvoeren. Dus als ik je zou mogen uitnodigen om dit als een advies aan C-level mensen, dus executives die voor de beslissing staan, nou, we willen iets met een chatbot, wat voor reden dan ook. In een nutshell, wat is dan het advies? Ik zou op dit moment, met de huidige stand van technologie, zou ik zeggen, als jij op je site chatbots als service wil aanbieden, doe dan niet één chatbot die alles kan, maar ga per service of per productlijn of wat dan ook single purpose botjes bouwen die heel gericht dat doen waarvoor ze zeg maar op die site staan en waarvoor de klant zeg maar naar die bot toekomt. Dan heb je veel minder last van hoge spannen verwachtingen ook en dat soort dingen. Ja, die bot wordt ook, die gaat ook sneller leren daardoor. Nou, het vraagt me af of dat nodig is, want als je single purpose doet, dan is er maar heel weinig AI nodig. Want je kan precies voorspellen, er zijn geen duizend mogelijkheden. Klopt. En ik zeg niet dat we geen AI moeten gebruiken, want natuurlijk is AI fantastisch. Alleen de huidige stand van zaken is nog niet zodanig ontwikkeld dat hij dus kan voldoen aan de verwachtingen op een groot niveau. Of een brede schaal, zeg maar. Dus dan hoef je inderdaad niet zo heel veel AI te gebruiken. Dan kan je met scripting kan je best wel ver komen al. Ja, en dan manage je de verwachting van de klant beter en je kan een proces afmaken. Ja, precies. En de klant is heel snel, heel effectief geholpen door zo'n bot. En je kan werken vanuit je eigen proces. Dus dat helpt ook al. Ja, ja, maar dat voelt een beetje als inside-out en niet outside-in. Nee, maar je zal de klant als je toch op een gegeven ogenblik... Kijk, je tweak je processen naarmate je ervaring hebt met de klant en je eigen efficiëntie enzovoort. Maar op een gegeven moment heb je een bepaald proces waar een klant in de praktijk, in ieder geval nu, actueel doorheen moet. Als je dus dat kan tweaken en kan synchroniseren, moet ik eigenlijk zeggen, met je chatbot, dan is iedereen dus veel beter af.
als je ze uit je eigen leven een voorbeeld mag noemen van een proces wat je met liefde via een chatbot afgehandeld had willen zien, omdat je geen callcenter agent nodig hebt of je wil het 's avonds doen, wat nu niet gebeurt. En je denkt, ach, het zou zo makkelijk zijn als... Dan moet ik even over nadenken. Want ik heb de meeste dingen lukken me gewoon sowieso al vrij handig en snel. Dus ja, ik heb niet zo heel veel manipuleren. Nee. Jij krijgt alles. Nee, dat kan ik niet manipuleren. Kan ik niet. Nee, dat doet hij niet. Een proces je wat wat je verteld van beter. Het experiment wat je hebt gedaan bij. Je hebt me ooit verteld van een experiment wat je hebt gedaan op Schiphol. Met de bagageafgifte, weet je nog? Dat je overgewicht had. En jij niet, maar in je koffers. Ik weet echt niet waar het over hebt. Nee, dat dacht ik al. Maar de koffers gingen mee, toch? Ja. Dat was het resultaat. Ik denk dat een chatbot... waar laatst had ik wel een dingetje. Ik wilde even wat weten. Gewoon financiële zaken. Wat voor mij een beste oplossing zou zijn voor bepaalde lijverende producten en bankspaarproducten, noem het maar op. En ik weet wel dat de chatbot niet alles zal kunnen. Maar ik probeerde toch een chatbot, want dat is wat ik zou fijn vinden als die chatbot, Micha gaf het net ook aan, me even wat sneller door die site heen helpt, dat ik niet zelf hoef te zoeken. Dan zeg je, luister even, joh, ik heb nog die post die loopt nog zoveel jaar. Kan ik wel of niet doorbeleggen of kan ik niet wel of niet dat? Nou, dat zijn termen die in zo'n proces en bij een financiële dienstverlener toch moeten resoneren. Die bot die kan daar helemaal niks mee. En helpt mij dus niet door de site heen. Met andere woorden, ik moet zelf door die site heen. En nog eens een keer wat ik dan vind, wat ik niet helemaal snap om wat voor reden dan ook. Ik ben echt geen vreemde in Jeruzalem. Om dat te duiden. Ja, dat vind ik dan vervelend. Zo'n chatbot had mij dan wel sneller geholpen. Dus dat soort dingen. Zeg maar de zoekfunctie. Alles wat meer is dan de 4 of 5 frequently asked questions, helpt mij in ieder geval daarmee dat ik snel naar de bron van de informatie ben. Dan hoef je zelf als chatbot niet eens die informatie helemaal uitgewerkt te geven, maar zorg mij dat ik snel de juiste richting uit kan. Ja. Dat is al een hele nuttige zaak. Maar, of iets wat te maken heeft met, dat is even niet aan mijn eigen ervaring hoor, maar dat bedenk ik me nu dat dat wel handig zou zijn, met een ingewikkelde taak die je moet uitvoeren. Dus iets waar je niet helemaal thuis in bent. Stel, ik heb een ingewikkeld pensioenvraagstuk of iets dergelijks. Dat een bot me in ieder geval de richting kan helpen. Dat hij me een aantal vragen stelt is dit het geval, is dit het geval, is dit het geval, zus en zo. En dan kan zeggen van, nou, dan moet je in ieder geval hier aan denken en hier aan denken en hier aan denken. Dus eigenlijk een soort van op maat gemaakte checklist die ik krijg, op maat van mijn situatie, met aandachtspunten. Nou snap ik dat bij pensioen en zo, dan mag een bot dat niet doen, want een bot mag geen advies geven, dat soort dingen. Maar je zou ook aan allerlei andere zaken kunnen denken, die dus eigenlijk breder zijn dan waarschijnlijk dan waar het bedrijf die de bot heeft ingezet als dienst heeft. Waar je dus eigenlijk je doelgroep gaat helpen, niet alleen maar met hetgeen wat jij verkoopt, maar ook alles wat daarmee te maken heeft nog eens een keer. Ja, kennis en kunde eromheen. Ja, mensen gewoon daarmee verder helpen. Dat, ik noem maar wat, als je een gamma bent, dat je een bot hebt, die heet eigen huis bouwen. Specifiek voor de mensen die een stuk grond hebben gekocht en die hun eigen huis daarop willen bouwen. Dat is een hele specifieke, daar komen allemaal dingen bij kijken, weet je wel, van vergunningen en noem maar op. En dat zo'n bot jou dan helpt inderdaad om daar doorheen te navigeren. Dat is gekoppeld aan de core business van het bedrijf. Maar het gaat wel verder. En dan is een bot interface of een conversational interface, is denk ik een hele prettige manier om als het ware een soort van gecoacht een checklist uiteindelijk te ontvangen. Ja, bite-sized informatie. Op het juiste moment. Ja, precies. Ja. Interessante gedachte. Toch? Ja, ik vind het wel. En ik denk dat het nog verder kan gaan in die zin dat het enkele doorverwijzen naar informatiebronnen is nog geen advies. Dus wat dat betreft kan die bot dat in mijn ogen denk ik uitstekend doen. Pas wanneer die zegt van nou, in uw geval zou ik specifiek dat en dat product doen of dat en dat doen. Dan ga je inderdaad adviseren. Maar op het moment dat je zegt van nou, als u met dat soort zaken zit, dan zou ik u vooral even meer om eventjes op dit stukje van onze informatie te kijken. En bijvoorbeeld daarna een contact hebben met een adviseur van vlees en bloed. Uitstekend. Wat mij bekruipt is de vraag.
Als je nou toegepaste psychologie wil gebruiken in een chatbot die naar AI gedreven is. Hè, dus je weet eigenlijk niet wat er komt. Ja. We hadden eerder al iemand die zei van ja, eigenlijk zou je je tone of voice en nog een aantal dingen in een soort van een Grammarly moeten programmeren. Dat als een soort filter eroverheen gaat. Of dat er tussen zit. Zou dat voor toegepaste psychologie op de een of andere manier ook kunnen? Want hoe breng je dat in godsnaam in de AI in? Dat moet kunnen, denk ik. Technisch gezien gaat dat even verder dan wat ik... Ik ben geen AI-programmeur. Maar ik kan me voorstellen dat je een aantal simpele technieken inprogrammeert die dan op bepaalde momenten, zeg maar, door een AI als optie kunnen worden voorgeschoteld als die AI beslist omdat dat toepasselijk is. Ik noem maar even wat, een techniek zoals evoking freedom bijvoorbeeld. Evoking freedom is een techniek waarbij je eigenlijk mensen wijst op het feit dat ze keuzevrijheid hebben, om te voorkomen dat ze een soort van reactievorming krijgen op een beïnvloedingspoging. En doordat je ze wijst op keuzevrijheid, gaan ze jou meer vertrouwen en is de kans ook eigenlijk groter dat ze toch gaan doen wat jij zegt of wat jij adviseert. En dat kan heel simpel in copy, zeg maar, door een toevoeging aan een zin te geven dit is de volgende stap. Maar het blijft natuurlijk allemaal uw eigen keuze. Of maar u moet het natuurlijk vooral zelf weten wat u doet. En dat soort zinnetjes, die kan je natuurlijk best wel inprogrammeren, denk ik, dat die op bepaalde momenten terugkomen. Ja. Lijkt me dat het ook tot hilarische dingen kan leiden. Dat als dat niet helemaal goed gaat, dat je dan de meest ingewikkelde... Ja, dat is best wel... Je moet echt heel goed kijken wat voor regels je dan, zeg maar, erin zet. En hoe die AI ook gaat leren om met dit soort dingen te gaan werken. Want dat is next level in taalprocessing ook. Ja, want eigenlijk moet dan de AI begrijpen hoe de mensen in elkaar zitten. Hoe die reageert inderdaad. Nou is dat evoking freedom is wel eentje die je best wel regelmatig kan toepassen. Die is niet zo heel in die zin spannend ook. Het is meer een soort geruststelling eigenlijk. Dus die zou vaak op eindpunten van bepaalde conversatiesets, zeg maar, ingezet kunnen worden. Dus dat uiteindelijk dit en dit is een conclusie. En dan zegt de bot misschien van nou, u kan onze glasvezel 500 gigabyte of 1 terabyte kunt u nemen. Maar dat is uw keuze. En dat laatste toevoegingetje is dan, zeg maar, net even een klein beïnvloedingstechniekje, waardoor waarschijnlijk die klant toch eerder in ieder geval een keuze zal maken. Nou, eigenlijk krijg je een mix tussen AI en... Eigenlijk moet er nog een toegepaste psychologielaag naast de AI draaien. Niet in de AI zitten. Daarnaast misschien. Maar dan heb je misschien wel het risico dat die AI dus, zeg maar, ongepaste dingen erin gaat stoppen. Want je zou een soort van bibliotheek moeten hebben van toegepaste psychologie misschien. En daar zitten trouwens ook dingen in. Niet alleen wat ik net zeg met technieken, want dan wordt het ook heel ingewikkeld, maar ook wat je ook in de conversation design wereld ziet. Dus natuurlijk, er zit ook heel veel psychologie in. Is bijvoorbeeld chronemics. Dat is conversatieritmes. Oké. En dat kan zo misschien voor de praktisch de luisteraars zijn. Even uitleggen wat dat ja, is. Ja, chronemics is dingen zoals turntaking van hoeveel pauze las je in na een stop. Wanneer geef je iemand anders de mogelijkheid om te reageren? Hoe snel praat je? Hoeveel zinnen, hoeveel onderwerpen doe je in één zin, zeg maar? Hoe laat je duidelijk zien, zeker in een gemedieerde communicatie, dus niet live zoals wij nu zitten, dat iemand anders over een antwoord aan het nadenken is en dat hij niet pauze heeft om te wachten tot wanneer jij weer het volgende zegt. En dat, even om het nog praktischer te maken, dat zie je dus weer terug in bijvoorbeeld aan het diepen puntjes. Ja. Daar moet je echt heel goed over nadenken van hoe ga ik die inzetten? En hoe ga ik daar op een toch wel geloofwaardige manier mee om? Want kijk, de meeste mensen weten ook wel dat computers zijn tegenwoordig zo snel dat het is geen denktijd van de computer die je daarmee wint of zo. Dus het
het heeft echt het effect van doen alsof iemand aan de andere kant zit te typen. Terwijl, nou, als jij weet dat het een chatbot is, als je dat goed gecommuniceerd hebt, denk ik, mag je dat best wel vertellen. Het heeft ook een soort van labor effect in zich. Hè, want je hebt het idee dat dat ding aan de andere kant iets voor je aan het doen is. En ja, het geeft ook het conversatieritme een andere wending, weet je wel. Want het gaat niet allemaal gaat het zo snel. Dan typ jij iets en dan druk je op enter en dan boem, gelijk is het volgende antwoord er al. Dan soms gaat dat dan ook weer te snel voor mensen. En zeker als het meerdere antwoorden en meerdere ballonnetjes zijn natuurlijk. Dan krijg je in één keer een hele lap tekst. Dan moet je weer naar boven scrollen. Voordat je, dus als je daar dan die type cues zeg maar inzet, geef je de mensen ook de gelegenheid om daar rustiger doorheen te lopen, te wandelen. Nou, en dat soort dingen zoals Chronemics, dat zit ook in het psychologie vakgebied. Maar dat kan je dus gewoon als een variabele inbouwen. Instellingen, precies. Ja. Oké. En wat ik dan... Dit is eigenlijk heel moeilijk. Dus je kan een aantal technieken relatief makkelijk toepassen. En een heleboel technieken zijn echt, als er AI meespeelt, heel moeilijk toe te passen. Maar in gestructureerde bots is het... Daar is het veel makkelijker. Ja. Ja. En als je dan kijkt naar de dingen waar jullie tot nu toe bij betrokken waren. Wat voor verschillende resultaten met en zonder toegepaste psychologie zien jullie dan? Nou, je hebt sowieso, als je het over gestructureerde bots hebt. En dan het project waar wij bijvoorbeeld samen aan hebben gewerkt. Outbound bots. Ja. Dan heb je eigenlijk twee niveaus van het inzetten van psychologie. Het eerste niveau is, hoe ga ik ervoor zorgen dat mensen überhaupt naar die bot toe komen? Want jullie hebben het natuurlijk al eerder over gehad, maar even nog een recap. Een outbound bot is eigenlijk een bot waarvoor je uitgenodigd wordt. Ja. Via e-mail of via een ander kanaal. Dus niet iemand die op de website komt en die daar een taak wil doen, maar jij wil eigenlijk dat iemand een taak gaat doen die voor hem of haar dan natuurlijk wel gunstig is. Dat hij er een bepaald voorbeeld bij heeft, maar dat bedrijf daar ook een bepaald voordeel bij heeft. En het kan ook op verzoek van de klant dat hij een bepaalde dienst wil en dat je zegt, nou, hier volgt dit pad. Ja. Precies, precies. Maar dan is de motivatie er al. Dus dat is ook weer verschillend als het vanuit de klant geïnitieerd wordt. In het project waar we het nu over hebben, daar was het eigenlijk zo dat er nog niet echt een motivatie was. Dus die klant die kreeg gewoon een verzoek ineens van, goh, kan jij even naar deze chatbot toe gaan? Nou, dat is natuurlijk mainstream toegepaste psychologie. Want dat is toegepaste psychologie die ook in e-mail marketing en dat soort dingen zit. Dus er zitten gewoon een aantal persuasion technieken in zo'n e-mail. Die ervoor zorgen dat er misschien wat drempels verlaagd worden. Dat er wat weerstanden weggenomen worden. Dat er wat motivatie wordt opgehoogd, et cetera. Om die mensen zover te krijgen om naar dat ding toe te gaan. En dan vervolgens krijg je dus het stukje van wat zit er in de bot. En hoe ga ik bijvoorbeeld als iemand 5 producten moet checken, als de gegevens moet checken die in 5 producten verdeeld zijn, hoe ga ik ervoor zorgen dat iemand naar product 3 niet afhaakt? Dus hoe ga ik bijvoorbeeld brugwoordjes inbouwen en curiosity triggers en dat soort dingen? Maar die kun je dus inderdaad goed scripten in zo'n omgeving. Want dat is eigenlijk gewoon een vraag-en-antwoord spelletje. Ja, want in de bot waar wij dan samen aan gewerkt hebben, daar stond niet in van goed gedaan en fijn dat je zo ver bent gekomen. Al dat soort dingen. Dat... Tussen de regels door wel hoor. Ja, maar niet wat je heel veel bot ziet is dat het bijna joviaal is. Van schouderklopje hier, schouderklopje daar. Ja. Gewoon heel expliciet. Ja, dat wordt soms bijna infantiel als je niet oppast. Nou, dat bedoel ik. En daar zit je niet op te wachten. Joh, ik wil mijn doel bereiken. Laat mij met rust. Wij proberen altijd wel dat soort dingen in te bouwen, maar wel wat subtieler erin te zijn. Ja. Dus dat... prima, we gaan snel verder. Dat suggereert ook goed gedaan. En we gaan naar het volgende stuk toe. Dus... Ja, maar het is wel heel... Het is toch nog redelijk zakelijk. Weet je wat me nou opviel in het project? En dat vond ik wel geweldig. Is dat jullie ook... jullie stonden erop om contact te hebben met de uiteindelijke gebruiker van de chatbot. Dus de eindklant die er doorheen moest. Mocht. Hmm. Wat heeft jullie dat gebracht aan inzicht? Want ik vond dat wel... opmerkelijk, want daar doen we het natuurlijk allemaal voor. Mm-hmm. En het is heel makkelijk om in een ivoren torentje iets te verzinnen. Ja, dat zie je bij een heleboel bots, zie je dat natuurlijk ook. Dat ergens in een torentje verzonnen is. Dat is ook wel normaal. En dan gaan we growth hacken en dan ontwikkelt het zich.
Maar ja, dan zijn al een hoop mensen afgehaakt. En eigenlijk wil je dat afvangen voordat je... Ja, wij hebben meestal aan het begin van welk traject dan ook eigenlijk wat we doen. Niet alleen dit traject. Als de gelegenheid daartoe is, proberen wij een wat we noemen zogenaamd determinante onderzoekje te doen. Staat in, we gaan praten met de doelgroep. Vaak kwalitatief, diepte interviews. En dan gaan we proberen te achterhalen van wat zijn nou de motivatoren en de belemmeringen die iemand ervaart om dit doelgedrag te gaan vertonen. In dit geval was het doelgedrag dus... Je gaat naar een website van een financiële dienstverlener om een chatbot te doorlopen. En dan komen soms interessante dingen uit. Heel voor de hand ligt natuurlijk dat er een imagoprobleem is bij chatbots. Ja. Maar bijvoorbeeld ook dat de veronderstelling dat oudere mensen... niet zo goed die chatbot kunnen doorlopen. Dat die eigenlijk helemaal niet klopt. Dat de oudere mensen eigenlijk alle tijd hebben juist om achter de computer te zitten en dit uit te zoeken en zo. Het was juist de middelmoot die er eigenlijk underscoorde. Ja, ja, want die hebben veel minder tijd. Ja. En die zien het dan, die ervaren het dan nog niet als een oplossing. In dit, maar we hadden bijvoorbeeld wel last van imago-probleem. Hè? Dus de chatbot imago. Nou, en als je dat dan weet, dan kan je gaan kijken... Oké, hoe kan ik hier misschien een techniek als Stealing Thunder voor toepassen? Waarin je dus eigenlijk... Stealing Thunder. Dan ga je dus eigenlijk bezwaren die je op voorhand al kan benoemen of voorspellen. Die ga je eigenlijk al in je introductietekst ga je die wegnemen. En dan kan je dat op verschillende manieren. Je kan bijvoorbeeld empathisch doen. Hè, van, we kunnen ons voorstellen dat u denkt, weer een chatbot... maar u zult merken dat, et cetera. Zeg je daar ook mee, hij is suggestief, dat weet ik. Maar zeg je daar ook mee dat in ieder geval voor een outbound bot, om dat goed te doen, dat niet kan zonder communicatie eromheen? Je moet iemand uitnodigen. Ja, maar goed, je kan ook bij wijze van spreken een WhatsAppje sturen met een linkje naar een beveiligde pagina of een sms'je. Kan natuurlijk ook. Ja, dat kan. Dat is niet echt een uitnodiging, maar dat is... Klik hier en dan doe dat. Ja, ja. We hebben natuurlijk wel een paar verschillende... dat is ook iets wat we vaak doen. Dat is zoals we dan noemen, een experimenteel design opzetten. Ja. Dus bijvoorbeeld gaan we iets voor aankondigen, ja of nemen een sms'je. Gaan we een brief sturen, gaan we een mail sturen of wat dan ook. Dus die media die je inzet om mensen naar een chatbot te brengen... die testen we niet alleen inhoudelijk, maar ook gewoon als medium. En kijken wat dat wel of niet oplevert. Nou, als je dus inderdaad iets van iemand gaat vragen, wat hem wel tijd en moeite kost, en waar die van tevoren niet op zit te wachten, dan is een sms'je net eventjes iets te kort als medium om die uitleg te geven die je nodig hebt. Dat checken wij ook wel. Ja. En wat was het meest opmerkelijke resultaat of conclusie die je in dat design en dat testen gezien hebt of ervaren hebt? Ja, ik vond wel, als je het hebt over dit voorbeeld wat Paul net zegt, hè, van de testen van een vooraankondiging, vond ik het wel opmerkelijk dat de brief, volgens mij, niet hoog scoorde. We hadden het idee dat in deze digitale wereld juist het sturen van een fysieke brief een bepaalde attentiewaarde zou hebben. En het ging hier dus om een aankondiging, misschien klinkt heel gek misschien, maar een aankondiging van een e-mail. Dus met andere woorden, je krijgt een brief of een sms of een telefoontje of een andere e-mail waarin staat, u ontvangt binnenkort, binnen een paar dagen, een belangrijke e-mail van ons. Hou uw mailbox even in de gaten en dit wel als een servicebericht. Mm. Dat wordt zo, we framen het ook echt als een service en zo is het ook, zo is het ook bedoeld. En ik had eigenlijk verwacht dat dat de groep waarbij een brief stuurde, dat die wel een hogere mate van... conversie als in naar de chatbot toe zou opgaan. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Althans hoger dan bijvoorbeeld sms. Maar dat was dus niet zo. Het hoogste scoorde persoonlijke telefoontjes. Ja, en er werd dus iemand gebeld door een callcenter medewerker van van binnenkort een e-mail. Let even op de mailbox. Natuurlijk een gek telefoontje. Het scoorde hartstikke hoog. Dat is natuurlijk persoonlijke aandacht. En als jij aan de telefoon ja zegt tegen iemand die je vraagt om op een e-mailtje te letten, dan voel je je ook gecommit eraan. Dus dan ga je dat ook doen. Dus zelfs en daarin zit de psychologie? Tuurlijk, ja, zeker, zeker. Dat is ook de manier waarop je het doet. Dus je kan zeggen, let even op je mailbox, want u ontvangt een belangrijk mailtje. Maar je kan het ook vragen. U ontvangt binnenkort een belangrijk mailtje. Gaat u die even lezen? En als iemand dan ja zegt, van ja, tuurlijk, dan is de kans ook veel groter dat ze dat daadwerkelijk gaan doen.
Het is interessant, want eigenlijk, als je dit even uitzoomt, zeg je hiermee, je moet het hele proces ontwerpen en doorspekken met een logische opbouw van de toegepaste psychologie. Van helemaal het begin tot eigenlijk het eind, want dat is wat wij ook nog zagen in dat project. Dat mensen die niet hadden gereageerd, vervolgens een bericht krijgen, u heeft niet gereageerd, kunnen nog tot die en die datum en we sluiten het dossier, nou, et cetera. Ja. Ja. Dat ook weer een enorme boost gaf aan de respons. Ja, zo heb je een traject compleet af. En in veel gevallen zie je dus ook, als jij niet reageert naar een bedrijf, dan laat het bedrijf jou gewoon sudderen en dan bloedt het gewoon dood. Ja. Als je mensen nog één keer met bijvoorbeeld een techniek als losse version, zoals het dan vaak in die mailtjes, in die slotmails wordt gebruikt, wijst op het feit dat jij het dossier gaat afsluiten. En in feite dat ze daarmee hun kans verliezen om bepaalde service te genieten. Dat dan toch dat iets in de mensen triggert. Dat ze zeggen, ja, wacht maar even, nou wordt het wel serieus. Nou, dat wil ik toch niet laten lopen. En we zagen in sommige tranches, in het project wat we met jou deden, maar ook in andere projecten, dat zo'n afhechting, zo'n slotmail of een slotcontact, dermate sterk werkt dat het vaak een gelijkwaardige conversie heeft ten opzichte van bijvoorbeeld de initiële e-mail. Dus het is echt een serieus onderdeel van je traject om dat goed af te hechten. Ja, ja, dus dat is anders dan een herinnering, hè? Of een tweede herinnering. Ja, dat, maar zo gaat het wel vaak. Ja, dan herinnering. Van, nou ja, we willen een vinkje op het lijstje zetten, we hebben een herinnering gestuurd en klaar. Ja, precies, precies. En wij hebben dan zelf bedacht dat we daar nog een extra laag bovenop doen. En dat is de laag dat we even heel duidelijk maken dat we jouw contract of jouw dossier in een laag gaan stoppen die we volgend jaar pas weer open gaan trekken. En dan zie je dus dat mensen toch denken van, oh ja, maar dat, ik weet niet of dat nou de bedoeling is. Hebben jullie daar nog over gesproken met die eindklant? Hoe die dat heeft ervaren? Nee. Dat zou wel interessant zijn. Dat is later bedacht ook. Dat weet ik, maar ik kan me niet meer herinneren of we nou daar ook nog interviews op gezet hebben. Nee, we hebben geen interviews op gezet. Nee. Het zou wel interessant zijn om te weten hoe mensen dat ervaren en waarom ze dan wel die stap zetten en bij die eerste mail niet. Ja, ja, want daar zou best wel uit kunnen komen. Dat weten we dus niet. Ik denk dat in dit geval meevalt. Maar afhankelijk van hoe je dat formuleert, kan het best wel zo zijn dat de conversie hoog is op zo'n mail. Maar dat iemand zijn merkassociatie bijvoorbeeld wat minder goed wordt. En dan moet je jezelf weer afvragen als bedrijf van, wil je dat doen? Want kijk, een techniek als losse version is natuurlijk gebaseerd op angstemotie. Ja. En dat is een hele krachtige. Alleen wij proberen die altijd echt heel subtiel en heel beperkt in te zetten. Omdat het eigenlijk negatief is. En je wil dus niet dat je klanten gaat bestoken met allemaal mailtjes en ook met chatbots die alleen maar zeggen van, let op, wat als je dit niet doet en zus en zo. En dit gaat bijna, je kansen bijna verkeken en we hebben er nog maar twee en noem maar op. Dat zo'n klant eigenlijk bijna angstig wordt op het moment dat ze je bedrijfslogo zien. Ja. Los van de ethiek die daarbij speelt. Want je kan je ook afvragen of dat op een gegeven moment niet over de toppen gaat raken en dus niet meer ethisch is. Ja. Dus die balans moet je wel maken. Kijk, iemand voor de zoveelste keer herinneren en met losse version afsluiten, dat hij nog niet heeft gereageerd op hoe jij de bezorger van je pakketje waardeerde. Ja, dat is natuurlijk volkomen onzin. Maar iets wat belangrijk is voor mensen, denk aan financiële zaken of dingen waarvan termijnen verlopen, of misschien met je belastingzaken of wat dan ook. Ik denk dat het dan het belang van de klant voldoende groot is om te rechtvaardigen dat je iemand nog even dat setje geeft. En we liegen ook niet, hè? Ik bedoel, nee. Het is ook zo dat het dossier wordt op dat moment gesloten. Dat wordt pas in een volgende run, wordt er weer contact met die klant opgenomen voor deze doelstelling, hè, voor nazorg in dit geval. Dus het is ook niet dat we iets bedenken, want dan ben je weer manipuleren. Ja, helder. Hey, en als je nou naar het recente nieuws kijkt, en is er iets waarvan je denkt, oh, mijn handen jeuken, mogen we dat verbouwen met toegepaste psychologie in een chatbot om mensen te helpen? Dat hoeft niet meteen een verdienmodel achter te zitten. Ja, ik iets uit het nieuws om waar ik gelijk zeg van, nou wil ik die chatbot opzetten. Daar moet ik echt even wat langer over nadenken. Wat me wel opviel in het nieuws van een maand geleden, en dat vond ik echt storend. Dat was een artikel van de NOS, van onze gewaardeerde NOS, waarin werd gesproken over wachttijden en klantenservices. En dat vaak lang duurt en dat je te weinig medewerkers en de wachttijd is langer dan je van ons gewend bent en voor zover je al überhaupt iets gewend was. Maar en daarin werd gesproken natuurlijk over wat er allemaal de oorzaken van kunnen zijn.
En een bedrijfseconoom, die kennelijk in die retailwereld gespecialiseerd was, en die zei van ja, er worden ook heel veel chatbots ingezet, zodat mensen niet gaan bellen en afhaken. En dat vond ik dus een buitengewoon kwalijk frame, want een chatbot is niet bedoeld om mensen weg te jagen. Een chatbot is bedoeld om mensen juist in deze situaties in ieder geval een eerste lijnzorg te kunnen geven. Dat is goed voor die mensen. En het is ook prettig voor de medewerkers daarna, want die kunnen hun tijd besteden aan de meer inhoudelijke zaken. Dus ik vond het heel vervelend dat die chatbots ook op dit platform eigenlijk een onterecht frame kregen. Dat is iets dat ik van je wordt afgeschermd. Ja, dat je wordt afgeschermd. Mensen, bedrijven proberen het contact met klanten te verminderen, want het kost alleen maar geld en hoofdpijn. Dus moeten we maar niet doen, dat gezeur met die klanten. En daarvoor zetten we ook chatbots in. En dan zeg ik, nee, dat kan niet waar zijn. Het is interessant dat je dat zegt. Binnenkort is Roel Masselink hier, de directeur van de Federatie Klantenservice, inderdaad. Precies. Nou, dan zal hij zeer waarschijnlijk ook dit artikel beetpakken. Ja, want hij werd ook daarin genoemd. Hij is uitgenodigd naar aanleiding van dit artikel. Ah, kijk aan. dat is mooi. We hebben daar discussie over gevoerd. Maar het is interessant dat je dat zegt. Kijk, in principe een bedrijf dat zegt, of bij een van ons komt en zegt, joh, ik wil een chatbot inzetten, want ik wil, ik kan niet genoeg mensen aannemen of ik wil mensen ontslaan. Dat gebeurt natuurlijk ook. Bezuinigen. Ja, dat is kansloos. Vanaf dag één. Want het kost geld om een chatbot te maken. En je moet een heel team daaromheen organiseren. Zeker als je inkomende vragen wil wegmanagen. Dat hebben we net gehad. Ja, zoveel mensen zijn teleurgesteld. Andere probleem is dat mensen teleurgesteld zijn in chatbots. Hè, omdat er gewoon een heleboel vragen niet beantwoord worden. En je wil niet weten hoeveel chatbots inderdaad niet een telefoonnummer geven om maar te zorgen dat er niet gebeld wordt en die druk van dat callcenter af is. Dus ja, je hebt gelijk, het zou niet zo moeten zijn, maar de praktijk is een andere. Namelijk dat het wel zo is en dat het wel gebeurt en dat mensen daar echt wel pissed over zijn. Het gebeurt, er gebeuren veel dingen die volgens mij beter moeten. Ja. Nee, maar het is een interessante constatering. Dus je zou kunnen stellen dat die bedrijven zeg maar verkeerd begonnen zijn aan die chatbot of hem verkeerd ingericht hebben, verkeerd tussen aanhalingstekens. Of met een verkeerde intentie, laat ik het zo zeggen. Als inderdaad die bedrijven dat met die intentie doen, dan zijn ze verkeerd bezig. Als ze het doen met de beste bedoelingen, maar er gaat nog wel het een en ander fout, want het is ook een leerproces voor alles en iedereen. Dan denk ik van ja, het is all in the game. Maar dan moet je dat ook zeggen en dat is weer wat Misha zegt. Ja, en een escalatiemogelijkheid bieden enzovoorts. Ja, verwachtingen manager. Ja. Kijk, ik zou het mooi vinden, maar ik snap dat bedrijven dat niet doen. Als je gewoon zelf kan kiezen. Want dit zijn onze contactmogelijkheden en dit zijn de voordelen en nadelen ervan. En kies maar. En dan kan je een chatbot, die kan je prima framen als een soort snelservice. Dat is veel aantrekkelijker. Want dat is waarschijnlijk sneller dan nog dan bellen. Maar ja, callcenters, en dat snap ik ook wel. Callcenters zijn gewoon echt hele grote kostenposten voor bedrijven. Dus heel veel klantservice, customer care gerichte communicatie, die is opgericht om mensen gewoon niet te laten bellen. Ja, dat klinkt heel stom, maar weet je wat ik leuk zou vinden, Misha en Paul? Als jullie voor de opname met Roel een voorbeeld geven, van 1 of 2 voorbeelden inbrengen van waar, en hij hoeft niet lid te zijn, hè, dat bedrijf, waar een bedrijf dat doet en hoe daar eigenlijk psychologie op de verkeerde manier gebruikt wordt. En niet om het bedrijf te zwart te maken. Ja. Maar meer dat je inzage geeft wat het effect is op klanten. En hoe het anders kan, dat snappen we. Ja. Maar dat waar jullie denken dat psychologie verkeerd ingezet wordt. Ja, daar kunnen we wel eens naar kijken of we er iets van kunnen vinden. Precies. Leuk. Maar ja, het hangt of staat denk ik ook met in hoeverre jij kan herkennen wat voor type persoon of type klant je ermee te maken heeft. Kijk, als ik op een website zit en ik zoek informatie, dan vind ik het heel ik heb support nodig ergens voor. Dan vind ik het heel irritant dat ik eerst in een soort van prompt mijn vraag moet stellen. Waarna dus, zeg maar, met autocomplete worden er allemaal andere mensen. En ik weet in heel veel gevallen, ik ben best wel handig, dus ik weet in heel veel gevallen dat ik dat niet nodig heb. Weet je wel? Dan word je eerst naar een community geleid. En dan moet je eerst door 6 hoepeltjes springen voordat je uiteindelijk dan een ticket kan indienen. En ik zou het fijn vinden als bijvoorbeeld na 1 zo'n interactie dat bedrijf inmiddels weet van, Misha die heeft waarschijnlijk alles al gedaan wat wij in onze FAQ's hebben staan.
Dus laten we die maar gewoon nog maar één vraag stellen. Wat zeg maar heel weinig voorkomt. Misschien dat hij daar nog niet heeft gedacht. En dan mag hij gelijk al een ticket indienen. Ik hoor hier een slogan aankomen. Hè? Een beetje zoals dat die energieleverancier zegt. In 1 of 2 generaties fossielvrij. Ja. Misschien moet het in 1 of 2 vragen heb je je antwoord. Met 1 of 2 vragen hebben we jou bij de juiste informatie. Heb je in ieder geval het juiste kanaal te pakken? Mm-hmm. Kan ook, maar in ieder geval dan snappen we wat je bedoelt. En dan kunnen we jou de beste service leveren, ja. Inderdaad. Ja. Dus een soort filtervragen. Ja. Dat zie je nog niet echt terugkomen in de manier van ontwerpen. Niet echt. De vraag, een soort van paradigma, maar de vraag is dan ook, hoe ga je die filtervragen stellen? Ja, want als je die in een chatbot stelt, dan denken mensen al gelijk dat ze met een chatbot te maken hebben. Als je die in een formulier stelt, dan denken mensen zoals ik van, ja, maar dat ga ik niet doen, want ik wil gelijk naar dat support ding. Maar dan kom je terug op dat single tasking, of single purpose. Uh-huh. Dan weet je dat die bot alleen maar dat doet. En dan heb je eigenlijk daarvoor gefilterd van welke taak is het. Klopt. Welk purpose. Ja, ja. En je zit meteen in de juiste workflow. Ja, ik zou het bijvoorbeeld ook echt heel, heel interessant vinden om eens te testen wat het bijvoorbeeld doet met de conversie als je 15 bots naast elkaar presenteert. Dus in plaats van 1 bot waarin jij jouw supportvraag kan afhandelen, krijg je een aantal bots en die hebben allemaal een klein stukje tot hun beschikking. Dus de ene bot is voor verhuizen en de andere bot is voor mijn internet werkt niet meer en de andere bot is voor abonnement verhogen. Ik denk namelijk dat de gebruiker dan al veel betere en scherpere verwachtingen heeft. Veel meer accepteert ook. En veel meer geneigd zal zijn om zo'n bot te doorlopen. Omdat hij weet dat die bot speciaal daarvoor gemaakt is. Ja, dat sluit aan bij de gedachte die we hier wel vaker tentoonspreiden. Is namelijk het verschil tussen chatbots en procesbots. Ja. Die chatbots zou je misschien moeten gebruiken om de intenten te weten te komen. En daarna als dat een proces is, naar een single purpose bot, huppatee, proces afhandelen en klaar weer door. Ja, dat kan. Je kan natuurlijk ook in een chatbot weer andere media verwerken. Want een chatbot kan natuurlijk 100 vragen stellen. Maar je zou ook kunnen voorstellen dat in sommige gevallen het makkelijker is als de chatbot na een paar vragen tot de conclusie komt dat je nu in 7 opties hebt. Dan kan die al die 7 opties gaan stellen. Of ik kan nu dan in één keer een aanklikformuliertje laten zien van welke van de 7 opties wilt u. Ja. Plop en door. Ja. Dus het is niet, of je kan ook voor bepaalde situaties, bepaalde vragen, is een bepaalde manier van communicatie geschikt. En soms is het dan heel goed om in een bot aan te vinken opties te geven. Of voor mijn part de visual in te stoppen. En dan gelijk ook te meten, waar we het eerder over hadden, wat iemand zijn communicatiestijl is. Ja. Of de jongen. Dus dan heb je het eigenlijk, ja, misschien een nieuwe term, een filterbot. Nou, mooie gedachte. Misschien dit even vasthouden en dan kijken naar, want jullie hebben 2 chatbots klaargezet die we gingen testen. Om met al deze gedachten daarnaar te kijken. Ja, laten we eens kijken dan inderdaad. Misha is in control. Ja. Dan moet je de muis in. Ik heb hem al. Welke gaan we eerst doen? Nou, ik heb er zelf eigenlijk deze heel snel maar gekeken, maar ik heb gewoon even iets gezocht waar chatbot in stond. Ik denk, nou, Hema, leuk bedrijf, laten we daar eens kijken. Ja. We zien hier een HEMA. Dit gaat over trouwens HEMA verzekeringen. En wat zien we als eerste naast de tekst? Wat zien we daar? We zien een foto van een dame. Dus er wordt hier gedaan alsof het een medewerker is. Maar er staat wel in de tekst. Hallo, ik ben de chatbot van HEMA schadeverzekeringen. Waar gaat je vraag over? En ze heeft geen naam. Ze heeft geen naam. Dan staat daaronder een prompt. Daar kan je dus je vraag stellen. Maximaal 150 tekens. Dus ze willen dat ook niet te uitgebreid hebben. En weet je wat ook interessant is? Die tip daaronder. Weet je dat je echt alles bij ons zelf online kunt doen? Vraagteken. Ja. Ga naar je online polismap. Ja, dus dan moet je eigenlijk naar je mijn omgeving gaan. Maar dan ben je al klant. Dan ben je al klant, inderdaad. Ja. Nou, dus, Michel, wat is jouw mening dan als je nu ziet, ik ben een chatbot. En als ik die foto zo zie, dan is het toch een. Ziet er toch uit als een dame van vlees en bloed. Ja. Dus. Ik weet niet of ik hier mening over heb. Dit is. Ze willen het gewoon een beetje menselijk karakter geven. Om het niet te technologisch te laten. Mm-hmm. Vraag eens of ze een naam heeft. Hoe heet je? Ja, dat is een goeie. Zullen we niet gelijk alle verzekeringsdingen doen? Geen flirten met een chat. Hoe heet jij?
Gaat ie. Hoe heet jij? Laura is aan het typen. Laura is aan het typen. Kijk aan. En die, Laura, en dat is briljant. Laura is aan het typen. Vervolgens, ik weet geen antwoord op je vraag. Stel me een andere vraag of formuleer je vraag even anders. En zij heeft eigenlijk al het antwoord gegeven in het typedialoog. Overigens is dat nu ook weer weg. Hè? Dus je zag het aan het typen, dus de typing indicator. Daar stond Laura is aan het typen. Maar vervolgens vloekt die weg zodra het antwoord is gegeven. Apart. Nou, laten we eens wat vragen over... Dus er zitten bij helemaal schadeverzekeringen. Hoeveel mensen kan ik op mijn aansprakelijkheidsverzekering mee verzekeren? Ja. Ik doe gewoon even een paar gekke zekeren. Nou, we gaan ze aan typen. Dat ging ook heel snel. Je stelt een vraag over de aansprakelijkheidsverzekering. Klik hieronder om een optie wat meer te lezen. Nou, oké, dan krijg ik een lijstje, wat Paul net zei. Ja. Afsluiten, dekking, schade melden, iets aanpassen, opzeggen, andere vraag. Dus ze is niet echt mijn tekst geïnterpreteerd in ieder geval. Ze heeft gewoon een sleutelwoord eruit gehaald, wat waarschijnlijk ergens in een targetlist staat. Van als deze er is, dan moet je dit doen. Maar dat is prima. Maar ja. Dekking, dat zou dan in dekking moeten zitten. Ja, het aantal mensen dat meeverzekeren, dat ik kan meeverzekeren. Nou, kijk eens of ze in de chatbot blijft of dat zie je dan. Ze blijft in de chatbot. Dus ik klik op dekking en dan staat er voor de aansprakelijkheidsverzekering is er basisdekking. Daarmee is de schade die jij of je gezinsleden per ongeluk. Oh, nou, daar heb ik eigenlijk al een beetje antwoord op mijn vraag gekregen, want het zijn mijn gezinsleden. Alleen. Dit is denk ik een toevallig antwoord op mijn vraag geweest. Want dit is gewoon echt hele standaard teksten die waarschijnlijk ook gewoon op de website staan. En dan staat er nog een linkje naar voorwaarden. Dus je gaat geen echt antwoord krijgen op deze vraag. In dit geval heb ik er dus een soort van gekregen, maar ik ben er nog niet helemaal zeker van. Maar het is meer omdat het toevallig in deze tekst staat. Probeer eens met steekwoorden. Maximaal. Ja. Maximaal mee verzekerd gezin. Heb je als gezinssamenstelling 1 of 2 volwassenen met kinderen opgegeven? Dan zijn we mee verzekerd. Ja, dus hier zie je dus wel een interessante. Dus het grappige is dat we dus eigenlijk met steekwoorden gewoon verder komen dan met een normale zin wat je bij een chatbot verwacht. Dus ik zou dan bijna zeggen, noem dit geen chatbot, maar een zoekfunctie. Nou, dat was natuurlijk de discussie die we over Blenderbot hadden. Dat is eigenlijk een conversational zoekmachine. Maar dit is interessant. Dat is de vraag natuurlijk die ik eerder stelde. Uh-huh. Moeten wij leren om met de computer te praten? Of moet de computer leren om met ons te praten? Hier wordt gesuggereerd dat de computer met ons kan praten. Maar dat kan ze niet. Ze dus niet. Maar op het moment dat wij... Computer praten? Computerspeak hanteren. Ja. Dat is, en dat is nog... Ja, je gebruikt er best een aantal woorden. Dus dat... Ja, maar ik krijg hier wel gewoon een antwoord uit... wat ik eigenlijk als eerste had willen hebben. Ja. Goed, je krijgt een antwoord waar je wel wat mee kan. Ga je boksen met de microfoon? Ja. Hey, en wat nou als je hier... Er staat onderaan, heeft dit antwoord geholpen? Ja? Wat nou als je nee helaas... Dan kan ik een e-mail sturen naar de klantenservice. Of ik kan naar mijn online polismap gaan. Maar, dus naar de mijn omgeving. Maar wat ik niet begrijp is... er wordt nergens de vraag gesteld... Ben je al klant? Dat weer wordt gesuggereerd dat je die vraag stelt. Ja. Dat zie je op heel veel websites, chatbots, dat ze zich niet afvragen met wie heb ik nou eigenlijk te maken. En ik kan het veel persoonlijker maken, of veel gerichter. Ja, ze hebben eigenlijk twee opties. ABN hadden hetzelfde. Ze hebben eigenlijk twee opties hier, waarvan je zou kunnen zeggen, de eerste is voor niet-klanten en de tweede is voor wel klanten. Maar het heet klantenservice, dus dan is het ook weer eigenlijk voor klanten. Ja, aan de andere kant, kijk, klantenservice is natuurlijk een algemeen begrip. Als ik in de winkel binnenloop, waar ik nooit geweest ben, geen klant ben, maar ik wil iets weten, dan loop ik naar de klantenservice. Ja, dat is ook zo. Dus ik vind dat, is sterker nog, ik denk dat als je aan het begin zit, bent u klant en ik ben geen klant, dan haak ik af. Want misschien is het alleen voor weet je, members only. En klik eens op... hier kan je alleen maar hoe kan dit antwoord beter gegeven worden? Dan ga je wat versturen, dat hoeven we ook eigenlijk niet te doen. Nee. Zijn er nog andere vragen? Kan hieronder staat weer de prompt, typ je vraag. Dat is overigens wel goed, dat die blijft staan, dat je kan blijven vragen. Hij blokkeert je niet. Nieuwe verzekering afsluiten. Ik gewoon nieuwe verzekering, waarom afsluiten? Oké, nieuwe verzekering.
Laura is aan het typen. Je stelt een vraag over verzekeren. Klik op een van de onderstaande opties. Zodat ik je verder kan helpen. Nou, en dan krijg je dus echt hele algemene dingen. Welke verzekeringsproducten heeft de HEMA? Is mijn aanvraag gelukt? Ik krijg een foutmelding te zien. Ik kan een verzekering afsluiten. Die is dan wel relevant. Dat is dan degene. Dus dan klik ik even op. Ik vind het wel goed dat ze dat als antwoord, de informatie als antwoord in de chat presenteert. En dat je niet naar een aparte webpagina wordt geleid. Je blijft in de chat. Ja, dat vind ik ook goed. Inderdaad. Ik denk dat ze iets uitgebreidere dingen dan wel doen. Dat, dus krijgt terug, dat is een goed idee. Om een verzekering af te sluiten. Ja, zeker bij HEMA natuurlijk. Ja, positieve bevestiging. Ja. En je kunt dat zelf direct online leveren. Of online regelen. Klik hier om welke verzekering het gaat. Dan klik ik hier. En dan kom ik, dan ga ik naar een andere pagina. Dan ga ik waarschijnlijk naar de aanvraagstraat, zeg maar, toe. Ja, ja. En hier moet dan een categorie kiezen voor auto, woon, brommer, et cetera. Ja. Dus dat, en dat is logisch, denk ik, voor zo'n bedrijf die dat dan niet hierin doen. Ik had dat dan hier de keuze geboden en dan direct naar de aanvraagformulier daarvoor. Ja. Precies. Nou, je kan natuurlijk sowieso al kijken in hoeverre je, als iemand toch aan het chatten is en de conversatie loopt een beetje, kan je natuurlijk een aantal van de gegevens die je, zeg maar, bij het eerste invulformulier van je aanvraag van je verzekering nodig hebt, die zou je al in de conversational interface kunnen afvangen. Zodat iemand wel het gevoel heeft dat ze al ergens aan begonnen zijn. Dat is een beetje het commitment, maar ook het commitment idee. Ik klik nu op ga aanvragen en dan is eigenlijk dat klaar en ik ga een nieuwe actie starten. Nu ga ik kiezen welke verzekering ik wil. Terwijl zij vraagt wat voor verzekering zou je willen? Ik doe autoverzekering. Ze vraagt wat is je kenteken? En vervolgens word ik naar de autoverzekering kentekenpagina geleid, waar dus dat kenteken ook alweer ingevuld staat op die pagina. Dan heb ik het gevoel dat ik al een taak gestart ben en dat die ik wil afmaken. En dan staat er dan, klopt dat een zus en zo auto is? Met die motor. Ja, dan zit ik gewoon in de normale aanvraagroute. Maar op een slimmere manier. Want de taak is dan eigenlijk verspreid over twee communicatievormen. Ja. Een toevoeging wat dat betreft. Als je kijkt naar de site van Independer, dat is niet per se een chatfunctie. Maar op het moment dat je je kenteken invult, omdat je bijvoorbeeld overweegt om daar een autoverzekering af te sluiten, dan zie je op de volgende pagina, als je doorklikt, zie je dus jouw auto. In jouw kleur. En dat geeft gelijk al een beeld van vertrouwen. Ze snappen mij. Ja, dat is inderdaad mijn auto. En dat ding staat natuurlijk mooi te glimmen. Had je er zelf al een deuk in gereden. Maar dat is een prachtige auto die er staat. Dus denk ik, ja, die wil ik natuurlijk niet onverzekerd rond laten rijden. Dus daar zit al gelijk een connectie in met die klant. En dat vind ik heel sterk. Ja. En dat soort dingen, dat is dan gewoon een formulier wat je ook zegt. Maar dat soort dingen zou je natuurlijk ook prima in een chatinterface. Ik bedoel, het is multimediaal. Ja. Het wordt vaak op mobiel gedaan. Dus er kan prima filmpjes en dat soort dingen erin bouwen. Nou, dat gebeurt ook. Ja. Oké, okay, willen we helemaal nog wat vragen of gaan we over op de volgende? Nou, dan gaan we even naar die andere. Ik denk dat we hier elkaar zijn. Oké, okay. Nou dan. Toch? Het is simpel, maar het werkt wel. Volgens mij. Er is nog wat ruimte voor verbetering. Ja, zeker, zeker. Maar er zijn niet heel veel chatbots, denk ik, waar dat niet. Nee. Dan gaan we naar, wat was dit? Centraal beheer. Centraal beheer. Misschien even voor het idee. Kun je de chat even sluiten, Micha? Ik zal even de pagina verversen. Oké. Okay. Ja, hier liep ik tegenaan. Kijk, ik zie dus een vrij uitgebreide pagina. Met alles nog even naar boven scrollen, dat je de hele pagina ziet. Ja. Kijk, dit is. Oké, okay, goed. De bot heeft hier, als je dat rechtsonder ziet, natuurlijk een vrij ondergeschikte positie. En dat vind ik op zich nog niet zo erg. Maar je moet wel eigenlijk specifiek op zoek zijn naar een bot. Hij pop up niet. Het is ook geen pop-up, hè, die dus aandacht trekt. Het is een heel klein dingetje rechtsonder. En het ding is, als ik niet heel erg ervaren ben met dit soort technieken en met dit soort media, dan zal ik het misschien gewoon passeren. Gebeurt ook niks als je met je muis er overheen gaat overigens. Nee, niet van hallo, ik ben de bot. Ja, dus je moet echt heel actief zelf op zoek gaan naar iets wat er dan vervolgens ook nog heel mechanisch uitziet. Het zal voor gekozen zijn. Bij Centraal Beheer zitten natuurlijk intelligente mensen. Maar dit is nadrukkelijk een technisch ding. Ik scroll even heen en weer om te kijken of er dan iets gebeurt. Nog steeds niet. Nul. Ga ik met mijn muis eroverheen ook niet. En je maar zo klikken dan? Je ziet hier onderaan CB, onze chatbot 24 uur per dag. Ja.
Ja, oké. Okay. Dan kan dat, ik op klikken. Dan ben ik benieuwd of dan hetzelfde gebeurt als dat ik zeg maar op dat chatbotje klik. Nee, dan ga ik weer naar contact. Hier kunt u ons helpen. Nou, hier heb je dus ik ben CB of CB. Ja. We zijn geneigd in het Engels te spreken. Maar die is CB. Oh ja, dus nu gaat dus dat, dat dingetje open. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je op dat... Nu opent hij een venster. Ja. Ik ben bijna klaar, staat er. Oké. Okay. Okay, dus deel alleen goed. Persoonlijke gegevens als wij erom vragen. We bewaren dit gesprek om onze service te verbeteren. Oké. Okay. Nou, dus dat vind ik al iets van... Waarom? Ik wil eerst nog gewoon informatie hebben als klant. Ik ben dus nog vrij op afstand van het bedrijf. Laten we daar even van uitgaan. Ik ben geen klant, maar ik ben gewoon een passant. En ik wil iets weten zonder dat ik gelijk ergens aan vastzit. En nu worden dingen gewoon bewaard. Waarom? In deze tijd van privacy. Dan kun je al dat werpt een drempel op. Dus ik ben daar niet zo heel happy mee. Aan het eind van het verhaal zou je misschien kunnen zeggen van... mogen wij die gegevens bewaren? Dat vind ik 100 keer chiquer en vertrouwenwekkender... vertrouwen is trouwens belangrijk hè, voor verzekeraars, dan zoals het hier geponeerd wordt. Dit werpt voor mij al onbewust eigenlijk heel, heel stilletjes een drempeltje op. Denk, moet ik dat wel willen? Nou, als je dan gaat kijken naar, nou vertel wat voor ik noem. Typ een hele zin, dat was wel grappig, want we hebben net gezegd van korte steekwoorden, maar deze... Wacht, ik moet even voorlezen. Hallo, dit is CB of CB, de chatbot van Centraal Beheer. Je hebt gelijk. Een vraag, vraagteken, naar iets op zoek, vraagteken, misschien kan ik u helpen. Doe ik graag, dat is mijn werk. En dan volgende chat. Vertel, wat kan ik voor u doen? Typ een hele zin, dan begrijp ik u beter. Nou, dat... Dat nodigt uit tot het niet typen van een hele zin. Nou, laten we eens gaan kijken van... Ik zeg van moeten we ze allebei misschien... Nou, zet eens dan een typisch gewoon hypotheek afsluiten. Ik zie een typing indicator of een denkindicator. Dus hier niet duidelijk wat het is. Ja. Wat fijn dat u kiest voor Centraal Beheer. Ik heb nog helemaal niet gekozen. Ik heb nog helemaal niet gekozen. Dat precies. Vind ik, dat vind ik een beetje in het Engels zijn presumpties. Op de pagina over onze hypotheken vindt u alle informatie. Heb ik u zo voldoende geholpen? Of krijg ik gewoon een linkje naar de hypotheek? Zet nu eens nee. Het is irritant dat dat bolletje, dat logootje ertussen blijft staan. Nee. Neem dan gerust contact met ons op. Dan krijg ik allemaal prompts. Dus dan moet ik weer naar boven scrollen. Dat bedoelde ik net ook met die typing indicator. Ja. Hè? Dan moet ik naar boven scrollen om te kijken wat er nog stond. Neem dan gerust contact met ons op. Bel ons gerust op dit en dit nummer. U kunt ons bellen op die en die tijden. Soms gelden andere openingstijden. We helpen u graag. Prettige middag. Mag ik u een korte vraag stellen? Daarmee helpt u onze service te verbeteren. Alvast enorm bedankt. Hoeveel moeite, en dan krijg je zo'n customer effort score ding. Hoeveel moeite kost het u om een antwoord te krijgen op uw vraag via dit chatgesprek? Ja, we hebben geen antwoord. Nee, dus wat ik ook... Maar ik mis hier ook een beetje de empathie. Ja. Kijk, ik zeg nee, dus ik ben niet geholpen. Ik bedoel, dit is een gemiste kans, denk ik. Er staat nergens van wat vervelend. Er staat alleen, neem dan even contact met ons op. We helpen u graag. Prettige middag. Nou ja, nee, je hebt me niet echt geholpen eigenlijk. En er komt ook nog bij, ik weet niet wat jij ervan vindt ook, Micha, maar ik heb nu zelf een heel kort contact gehad met deze bot. Ik ben niet geholpen. En vervolgens kreeg ik een heel verhaal van, mag ik een korte vraag stellen, daarmee helpt u ons, bla bla bla. Dus jij hebt mij niet geholpen, maar ik moet jou gaan helpen. Ik zou deze vraag van, kunt u ons helpen, kunt u meer informatie geven, zou ik pas stellen als ik echt een volledige dialoog, al dan niet goed afgerond, maar echt een dialoog heb gehad. Of... doorvragen op waarom je nee zei. En waarom ben je niet geholpen? Inderdaad, dat is niet wel vaker. Dan kan u aangeven waarom je nee zegt. Dan moet je maar net zin hebben om dat te typen natuurlijk. Maar dat is wel. Dan kan je nog smileys eronder aanklikken, zie ik. Zullen we het nu eens proberen met een volzin? Ja, maar over dat maar. Wat ik ook zo grappig vind, of grappig. Ik krijg geen het gesprek wordt gelijk afgesloten. Ja. Ik krijg niet de mogelijkheid om iets anders te doen. Hè? Bijvoorbeeld de HEMA zagen we... Kijk eens hier. Er staat nog een prompt. Je kan nog typen. Oké, nou. Ja, maar dat zie ik niet zo. Ik word niet uitgenodigd. Conversationeel is die afgesloten. Ja. Chatbot sluit eigenlijk het gesprek af. Ze zeggen zelfs, we helpen u graag. Prettige middag. Zo van, doei. De groeten. In plaats van, heeft u nog een andere vraag? Kan ik u op een andere manier van dienst zijn? Dat is die empathie die Micha ook zegt. Kortom, gemiste kans. Je zou zelfs kunnen zeggen, als ik hier zeg nee, hè, dus ik heb een hypotheek afsluiten. Wat fijn dat u kiest op de pagina over onze hypotheek, vindt u alle informatie. Heeft u hem geholpen? Nee. Dat er dan bijvoorbeeld een routinetje gaat lopen die dus
geassocieerde of aanverwante onderwerpen aan mij presenteert. Oh, wat vervelend. Misschien heeft u dan een van onderstaande onderwerpen bedoeld. Dan heb je dus een tweede ding. Dat moet je niet te vaak doen. Maar één keertje is denk ik wel sympathiek om dat te doen. Want dat geeft het gevoel dat je echt toch iemand verder wil helpen. In plaats van nu gelijk abrupt dit ding afsluiten en zeggen bel maar. Vraag eens wat over, wat misschien nog wat gevoelig is, over beleggingsadvies. Ja, zal ik even een volzin doen dan? Ja, wel ja. Beleggingsadvies, maar dan gaan, hebben ze beleggingsproducten? Ja. Oké. Geven jullie beleggingsadvies? Geven jullie ook beleggingsadvies aan particulieren? Advies aan zou ik particuliere netwits doen of zo? Ja, gewoon. Zijn er wel een N erachter zetten? Ja, moet met een typo om kunnen gaan. Oké, enter. Zou je aan denken? Of aan typen? Kijk, juist. Oké, grappig. Ik zal even voorlezen. Ik heb dus getypt, geven jullie ook beleggingsadvies aan particulieren? En vervolgens krijg ik als antwoord terug, welke smiley past het beste bij dit chatgesprek? Nou, dan ben je toch helemaal afgehaakt, nee? Want er stond dus... Die smiley zie je niet meer, overigens. Nee, die smiley die stond net onder het verhaal van... hoe hebben we je geholpen? Ja. Stonden dus 5 smileys. En daar had ik eigenlijk op moeten klikken, blijkbaar. Want dat willen zij, want ze willen die customer effort score hebben. Maar ik had een andere vraag. En nu krijg ik dus welke smiley past bij dit gesprek. En die smileys zijn vervolgens ook verdwenen. Dus ik kan nu ook niks meer kiezen. Dus ja, dit vind ik dus een voorbeeld van waar ik als klant heel teleurgesteld van zou worden. Los van zijn algemeen, maar ook vanuit psychologie en communicatie. Dit bedrijf, zo komt het nu bij mij over. En dat is dan dat hoorneffect. Dit bedrijf is alleen maar met zichzelf bezig. Die wil zijn lijstje vullen, die wil zijn score vullen, die wil leren van mij. Maar help mij niet. Terwijl Centraal Beheer toch echt wel goed bezig is. Sterker nog, Centraal Beheer is de eerste, zoals het heet, direct writer in Nederland. Waar alleen maar intermediair maatschappijen bestonden. Daar praat ik over de jaren 80. Was Centraal Beheer de eerste direct writer. Dan zou je te zeggen die nou toch eigenlijk noblesse oblige voorop moeten lopen in dit soort klantcontacten. Dat stelt een beetje teleur. Ja, ik denk dat ze een goede poging doen. Maar ook dit is in ontwikkeling. En ja, het is niet makkelijk. Het is ook niet makkelijk. Nee, maar goed. Het is natuurlijk wat Micha aan het begin zei. Of eerder zei. Is als je dit is multipurpose inbound. Ja. Dus dat ding moet alles kunnen en alles begrijpen. Nou, dat is eigenlijk een onbegonnen taak als je kijkt naar hoeveel producten en diensten ze aanbieden en hoeveel lagen daaronder zitten. Klopt. Dus zou je het niet hem uit elkaar moeten trekken, een soort customer service laag erboven en dan direct door naar een procesbot die helpt je dingen af te handelen of een informatiebot of whatever. Maar ik had het dus toch, want ik had even op jouw verzoek wat dit toevallig deze site op gepakt. Ik had er een paar andere ook kunnen pakken. Dit was meer toeval dat ik hier op Centraal Beheer kwam dan ze zijn je eeuwig dankbaar. Ja, nou ja, goed. We spreken graag met ze, denk ik, allemaal, alle drie. Ik gaf toen een paar zinnen in met zoektermen waarvan ik denk, ja, dat moet bij deze verzekeraar passen. Zoiets als overlijdensrisicoverzeker of iets anders. En daarmee werd ik al gelijk kreeg te horen dat ik maar iemand moest bellen. Terwijl ik gewoon hele normale termen intypte. En dan denk ik van, hoe kan dat, joh? Kijk, als ik inderdaad heel specifiek arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor mijn Russisch-Poolse werknemers intyp, ja, dan denk ik van, ja, oké, ik snap dat niet direct op tafel ligt, maar... Ja. En Micha deed nog een poging. Ja, ik had even getypt, de smileys zijn weg. En toen kreeg ik, oké, dank voor uw reactie, fijne middag. Klikboekruisje rechtsboven om het gecheckt. Ze willen dus nu echt, CB wil je nu echt weg hebben. Maar ja, nou, ja, weg hebben, in ieder geval deze chat is afgerond. Kijk, maar bijvoorbeeld in het ontwerp zou je dus best wel kunnen zeggen, op het moment als wij dus een keuzeoptie presenteren, wat een soort van gedwongen keuze is, zorg er dan voor dat in ieder geval er geen type prompt meer is. Ja. Maak dus het ongewenste gedrag op dat moment eventjes niet mogelijk. Ja. Als het nou echt moet, als je iemand echt, we moeten de echt mensen doorheen duwen. Hè, ik zou het liever niet hebben, maar zorg dan in ieder geval dat mensen niet de verkeerde optie kunnen kiezen. Ja, zwaar. Als we nou deze twee bots moeten samenvatten, wat is dan de conclusie? Verbetering mogelijk. En ik denk ook, zeker deze laatste bot, testen. Want
dit lijkt al alsof er niet echt getest is van als iemand die smileys krijgt en iemand gaat toch typen. Wat gebeurt er dan? Mm-hmm. Dus op basis van user testing en misschien ook empathie vanuit de developers. Gewoon gaan kijken van wat zou er precies allemaal fout kunnen gaan. Want wat ik me ook kan voorstellen hier is dat de technologie dat niet je daar niet toe in staat stelt. Dat kan. Ja, want dat er is kan. Natuurlijk. Ja, ja. Ze hebben een aanbieder waarschijnlijk en misschien dat het boxje er altijd moet zijn. Ja, nou, dat zie je bij een heleboel technologieleveranciers, dat er een bepaalde standaard is. En daar moet je aan voldoen en daar moet je mee. Maar dat er niet of onvoldoende is nagedacht over, oké, als wij downline dat en dat willen, ja, dan kan de technologie niet. Maar dan moet je het op een andere manier oplossen. Dus in dit geval moet je het dan bijvoorbeeld, het enige wat je tot je beschikking hebt is tekst. Dus dan zou je moeten zeggen van, hoeveel moeite heeft het u gekost om dit te doen? Kiest alsjeblieft eerst een smiley, daarna kan u als u wil nog een andere vraag stellen. En als niet, zeg dat dan dat je klaar bent. Precies. Oké. Zijn er nog andere dingen die we zouden moeten bespreken vandaag en nog niet besproken hebben? Nou, ik vond, ik had nog even naar het nieuws gekeken. Dat was in het buitenland. Ik vond het toch wel een mooi voorbeeld om even, ik moet heel even mijn telefoon erbij pakken om precies juist te zeggen wat het was. Maar dat was een in Zuid-Afrika is een onderzoek gedaan naar door de University en het Behavioral Insights team. En die hebben dus een chatbot gelanceerd. Die heet Safe Science. Safe Science. En dat is een chatbot die wordt ingezet om vrouwen meer te empoweren en bewust te maken in het geval van huiselijk geweld in intieme relaties. Oké. En dat is dus een poging om zeg maar op wat meer large scale dit soort interventies te doen. Ze hebben natuurlijk hulplijnen en zo, maar die kosten best wel tijd. Er moet altijd een medewerker aan zitten. Dus ze hebben hier een test mee gedaan. Er staat hier ook, like many places, young women in South Africa often feel that violence is a normal part of the relationship and they have trouble recognizing the signs of unsafe and unhealthy partners. En die Safe Science is dus een chatbot, die hebben ze ook later open source ter beschikking gesteld van de rest van de wereld. Die heeft dus wat ze noemen evidence-based behavioral strategies, dus een soort van therapie-achtige, coaching-achtige dingen erin zitten. En dat wordt dus als een two-way conversation opgeleverd binnen die chatomgeving. En ik citeer even, to help young women reflect on their relationship power, build skills, plan for safety and learn coping and communication techniques. En uiteindelijk heeft dus dat ding ertoe geleid dat er de maanden nadat die is ingezet in die groep van vrouwen die hem heeft gebruikt, een 9,6% reductie aan domestic violence heeft plaatsgevonden. Wow. Doordat zij dus beter zeg maar herkennen dat sommige dingen niet safe zijn, dat sommige dingen niet gehoord zijn, ook met hun partner zeg maar meer de discussies zijn aangegaan. Ja, ik vond het echt een geweldig voorbeeld van hoe dit dus op een hele goede manier wordt ingezet. Blijkbaar kan die chatbot perfect dus ze uitleggen door middel van een soort van educatie, van wat is wel safe, wat is niet safe, videovoorbeeldjes erbij pakken, et cetera. Waardoor die boodschap dus echt is goed is aangekomen. En als die 9,6%, dat is waarschijnlijk niet zoveel als dat je zou halen met telefonische counseling of telefonische hulplijnen. Alleen ja, je moet het een tegen het ander uitzetten. Hè? Dat, ik bedoel, daar heb je ook een beperkte capaciteit. Als je hebt de drempel verlaagd, als je dit onder honderdduizenden vrouwen zou kunnen uitzetten, dan maak je echt wel een verschil in de wereld. Nou, mooie gedachte om vast te houden, lijkt mij. Heel nuttig. Ja. Hoe hebben jullie het ervaren vandaag? Het is heel leuk. Ja, leuk. Leuk. Ja, leuk om weer een keer met jou hierover te spreken. Ja. Dat is wederzijds, maar ja. Nou, ik hoop dat jullie nog een keertje terugkomen in de toekomst. Nou, graag. Lijkt leuk. Graag, ja, absoluut. Goed. Ja. Dan wil ik jullie, waar kunnen mensen jullie trouwens vinden? Ja. Dan moeten we jouw adres? Nee. Daar zitten we nu. Dus als mensen jullie zoeken of iets jullie willen spreken. Guardiology.nl is het makkelijkste, denk ik. Ja, dat top. Het spelt een beetje lastig, maar het is een samentrekking van Guide and Psychology. We geven dus richting aan klantgedrag. En het is G-U-I-D-E O-L-O-G-Y. Ja, helemaal goed. Of LinkedIn. Ja. Dan wil ik jullie ontzettend hartelijk bedanken dat jullie hier gekomen zijn op zondagochtend.
Bedankt voor de uitnodiging. Ja. Ja, graag gedaan. Podcasters te vinden op YouTube om te kijken en op Spotify om te luisteren. Dank jullie wel.